heeft georganiseerd. Van de week zat ik op de computer en ging even kijken op de website van Aanstormend Talent. Danielle Morgen heeft deze website gemaakt en ik moet zeggen, het ziet er prachtig uit. Ik raad jullie aan om er morgen ook eens een kijkje op te nemen, tenminste als jullie dat nog niet gedaan hebben. Maar nu, wat gaan we vanavond doen? We gaan luisteren naar verschillende soorten muziek. Van zang tot viool, van klassiek tot rock. Er zijn mensen die gaan zingen of een instrument gaan spelen. In een eentje, als duo of in een groepje. Kortom, we hebben veel variantie vanavond. Graag wil ik alle deelnemers heel veel succes wensen. Maar niet alleen de deelnemers, ook wil ik de jury heel veel succes wensen. Zowel de vakjury als de met het gedicht dat onze dorpsdichter Ben Solinger heeft gemaakt. Jongerenmuziek. Muziek verstilt, maakt blij, laat lachen, bindt samen, doet dansen. Muziek zet trends, roept op, schudt wakker, maakt alert, bindt of zweeft op. Muziek roert diepste vezels van gevoel, vertedert harten. Muziek opent gemoed, luister, leef. Jong, muzikaal, aanstormend talent. Misschien is het toch goed om nog eventjes wat te zeggen. We hebben een vakjury, dat zijn de mensen die hier bij mij aan mijn linkerhand zien, voor het eerst op rechts. Boven zit de publieksjury. In de vakjury zit Eduard de Haas, dat is de cultuurmaker, Klaas Bos, organist, Gerard Dording, houdt ook heel veel van muziek, is ook dirigent geweest. Jannie van Zanden, ook een dirigent, ook wel een geschoten muziek. En Egbert Gerter, dat mensen op de pas herkennen, ook organist, ook heel mooi. Gespecialiseerd in muziek, dus geweldig. Mirjam, zit je er ook in? Mirjam, dat is onze nieuwe, hoe moet je dat noemen, coördinator van allerlei creatieve dingen. Je hebt er hele dingen in, hier in, wat is de coördinator? Ja, coördinator is het. En de prijzen die degenen krijgen die winnen, die moeten ze besteden aan workshops met muziek, zodat ze volgend jaar nog mooier kunnen spelen op het derde aanstormend talentenconcert. Wat we hopen te gaan organiseren. Maar, zoals de burgemeester al zei, jongens, maak het niet te lang, we komen voor de muziek. Een hele bekende naam gaat als eerste spelen. Volgens mij, Lieve. Vorig jaar had je ook al meegedaan. En toen? Ja, het is eigenlijk gewoon. Tegen geworden. En dit jaar deed je mee. En de vakjury zei van, hé, je speelt goed. Ja. Wat ga je spelen? Zero to Euro. Success.
beter, maar alles kan beter, toch? Ja. Ik vond het goed. Goed zo. We gaan door naar de volgende. Want die zit volgens mij ook al klaar. Jesper Kroes. Ja, die herkennen we natuurlijk van het aanstormend talent. Wat ga je doen? River flows on you. Zo, dat klinkt goed. Ga je achter de vleugel? Dat is ook echt hartstikke leuk dit jaar. We hebben gewoon een vleugel. Nou, dit is echt gewoon een applaus waard, toch? Just a flirt.
Wat mooi, wat goed. Dankjewel. En ik heb net even gesproken met Josje en ze is echt heel druk door de mix. En dan ook nog zoiets neerzetten. Super goed gedaan. Dankjewel. Dit zou aanstomme talentlied zijn als het heel gevarieerd is, dus we gaan nu over naar Barstout, Marijn van Eendijk. Wat ga je spelen?